Kom op, planten. Ik zeg vooral, kom op, zon. Kom in de kast. Aardbei, heerlijk rond, pas zo soepel in de mond. Mijn man praat iedere dag tegen de aardbei en heeft natuurlijk een geheim recept om in zijn water te doen, waardoor die aardbei nog weer extra lekker zoet en sappig is. En dat is de reden dat de kast vol rode rakkers hangt. Ze hangen heel mooi en er is hier vanmorgen geplukt. Dus de extreem rode zijn allemaal weggeplukt. Maar over 3 dagen dan is het hier weer allemaal rijp. Dus dan wordt het weer geplukt. En we zijn enthousiast over dit voorjaar, dus het komt goed. Nou, hier hangt de lekkere. Wat maakt die lekker? Oh ja, nou, wij weten natuurlijk precies welke we gaan plukken. Maar alle rode zijn natuurlijk allemaal lekker. Maar eigenlijk een aardbei waar weer een heel klein scheurtje bijvoorbeeld in zit, die is eigenlijk uit elkaar gebarsten, zeg maar, van zoetheid. En ja, die zijn het allerlekkerst. En dan is het zeker verleidelijk om tijdens het plukken af en toe wat te snoepen. Aardbei, heerlijk rond, pas zo soepel in de mond. Hoeveelste is dat al vandaag? Ik kan ze niet meer tellen.